Hoe kan technologische innovatie Europa vleugels geven? Europa staat voor een groot aantal maatschappelijke uitdagingen. In België en in Europa veroudert de bevolking. Waar we nu per ouderling, dus een persoon ouder dan 65 jaar, 4 personen hebben tussen 18 en 65 jaar, zal de actieve bevolking gedaald zijn in 2040 tot slechts 2. We zullen dus met veel minder personen voor veel meer mensen moeten zorgen. In de jaren 60 werden we als Belg gemiddeld 70 jaar. 50 jaar later is er 10 jaar bijgekomen. Baby's geboren vandaag maken zelfs grote kans om 100 jaar te worden. Dat we langer leven is een goede zaak, een teken van vooruitgang. Maar we moeten wel een oplossing vinden om iedereen van een deftig pensioen te kunnen voorzien zonder onze actieve burgers daarvoor de tol te laten betalen. Ook de gezondheidskosten zullen stijgen met 25% in 2050. Dit zijn gigantische maatschappelijke uitdagingen, maar onze maatschappij heeft zich continu aangepast. 200 jaar geleden was 3/4 van de bevolking aan het werk om voedsel te produceren. Door verbeterde productiviteit en automatisatie is dat nu 1%. Daarna steeg de tewerkstelling in de industrie, die slechts nu nog een klein deel van de bevolking te werk stelt. Vandaag werken we vooral in de dienstensector en daar moeten we de productiviteit verder verhogen door technologische innovatie, zodanig dat we aan onze belangrijkste taak kunnen wijden: zorgen voor elkaar. Artificiële intelligentie kan helpen in de diagnoses bij ziektes. Waar IBM Watson nog Jeopardy won, wordt hij nu omgebouwd tot de beste dokter. Met het Europese Human Brain Project willen onderzoekers beter begrijpen hoe onze hersenen werken om ziektes als Alzheimer en Parkinson beter te begrijpen. Met assistieve robots kunnen ouderlingen langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen zonder naar een rusthuis te hoeven gaan. Protheses helpen geamputeerden en exoskeletons geven mensen terug de mogelijkheid om te stappen. Naast het opvangen van de verzilvering van de Europese bevolking, moeten we ook merk maken van de vergroening van onze energiebehoeften. Europa is niet rijk aan grondstoffen en dus zijn we erg afhankelijk van de import van helaas vaak schaarse en fossiele energie, zoals olie en gas. Met elektrische voertuigen kunnen we zowel onze afhankelijkheid van olie verminderen als de impact op ons leefmilieu verbeteren. 32.000 doden vallen er per jaar op de wegen, met helaas heel wat jongeren. Dat is 400 keer 9/11, in 90% van de gevallen door een menselijke fout. Driverless cars kunnen dit gevoelig verbeteren. Bovendien kunnen zij ook dichter bij elkaar rijden en zo de files helpen oplossen en de energieefficiëntie met 30% verbeteren. Technologie. Meer bepaald technologische innovatie biedt ons een belangrijk toekomstperspectief om op al deze uitdagingen een goed en duurzaam antwoord te bieden. Elektrische voertuigen, robotica, the Internet of Things en Big Data zijn slechts enkele voorbeelden van technologieën die ons leven, onze manier van werken en onze economie totaal zullen veranderen. Europa moet daar het voortouw in nemen. Ambitie tonen om deze technologieën te stimuleren en aan te wenden. Niet alleen omwille van onze positie in de wereld, maar vooral om de omslag te maken naar een moderne samenleving. Eén waarin technologie ten dienste staat van mens en maatschappij. Technologie gaat door een levenscyclus. Na heel wat R&D-investeringen zal de technologie een opgang doormaken. Na een maturiteitsfase volgt dan onherroepelijk de achteruitgangsfase. Opgang en neergang van technologie zijn een logische evolutie. Weinigen zullen nog analoge filmpjes gebruiken om te fotograferen en overgeschakeld zijn naar digitale fotografie, die trouwens ook meer en meer vervangen wordt door camera's in smartphones. En misschien nemen we binnenkort nog enkel foto's met onze brillen. Hoeveel geld heeft België niet tevergeefs gestopt om bijvoorbeeld de staalindustrie en koolmijnen te redden? Europa moet investeren in de producten en de technologieën van de toekomst. Europa is dan wel arm aan grondstoffen, we zijn rijk aan hersenen en creativiteit.
Maar momenteel importeren we heel wat technologie. Onze computers van Apple en Dell, software van Microsoft, Google en Facebook, de Sony TV's en Samsung Electronica van Azië. Guy Verhofstadt presenteerde het nog in zijn plan voor Europa. In Europa is het bijzonder leeg qua grote internet- en high-techbedrijven. We moeten dus vooral producent en niet alleen consument van technologische producten en diensten worden. En technologie moet niet alleen bestaande bedrijven helpen vooruitgang, het er moet er ook nieuwe creëren. Het probleem is niet dat onze universiteiten geen excellente wetenschap en technologie leveren. Dat doen ze namelijk wel. Maar vervolgens gaat er vaak een onoverbrugbare kloof om dat om te zetten in economische innovatie. Amerika en Azië zijn veel beter om van prille prototypes innovatieve bedrijfjes te maken. Want de technologieën van de toekomst zullen een gigantische economische impact hebben. Het toonaangevende consultancybedrijf McKinsey heeft een lijst opgesteld van 12 toptechnologieën. Mobile internet, automation of knowledge work, internet of things, cloud technology en robotica zullen elk veel groter worden dan de huidige PC-markt die $1,1 triljoen momenteel waard is. En dat reeds in 2025. We leven in een wereld vol opportuniteiten. De ingang van technologie bij de brede bevolking gaat bovendien steeds sneller. Europa kan het zich niet veroorloven om deze technologische trein te missen. Technologische innovatie en ondernemerschap sterker met elkaar verweven is absoluut noodzakelijk, willen we volop het potentieel dat we hebben benutten. Het verschuiven van productie naar lage loonlanden snijdt 3 maal in eigen vlees. Het resulteert in banenverlies in Europa, vertraagt onze innovatie en is niet duurzaam. In de Verenigde Staten hebben ze dat goed begrepen en maken ze werk van reshoring. Meer en meer halen ze de productie terug naar eigen land. Geholpen door technologische innovatie zoals 3D-printen en robotassistenten kan ook Europa meer zelf gaan produceren. Zeker als we de broodnodige inspanningen doen om de lasten op arbeid te verlagen zoals Open VLD in haar 555-plan voorstelt. Klanten willen geen massaproduct meer. Ze willen op maat gemaakte producten. Dat doe je niet door ver van de afzetmarkt te produceren. 3D-printing, waar Vlaanderen wereldleider in is, maken dit technologisch mogelijk en geven de maakindustrie vleugels. Bovendien heeft 3D-printing minder ruwe materialen en energie nodig om de overgang te maken naar een blauwe economie. Een nieuwe generatie robots is in ontwikkeling die eenvoudig te bedienen zijn door lage scholen. Geen ingewikkelde wiskunde nodig, eenvoudige learning by demonstration. Robots nemen de saaie repetitieve taken op zich, de arbeiders nemen het creatieve voor zich, zodanig dat er snel van product gewisseld kan worden. Door zijn lage operatiekost van bijvoorbeeld de coworker Baxter kan de arbeider beter in concurrentie treden met arbeid in China. Studies tonen bovendien aan dat robots voor meer jobs zorgen, die bovendien van betere kwaliteit zijn en beter betaald. Technologische innovatie helpt ons bovendien in tal van sectoren, zoals bijvoorbeeld in de zorg of in de bouw, dat jobs aantrekkelijker, veiliger en gezonder gemaakt worden. Exoskeletons helpen bijvoorbeeld verpleegsters patiënten uit het bed te tillen of de boer op het veld om langer met de armen boven het hoofd te werken. Ook in de bouw, waar er een tekort is aan bouwvakkers en er weinig automatisatie is, kunnen nieuwe technologische oplossingen hulp bieden. Het is duidelijk dat de technologische innovatie voor heel wat nieuwe economische markten gaat zorgen. Europa moet de producten van de toekomst gaan produceren om meer jobs te creëren. Die producten moeten gemaakt worden in de factories of the future, zodanig dat de arbeiders op een gezonde en duurzame manier arbeid kunnen verrichten. Het label Made in Europe moet dus meer producten sieren en levert ons ook jobs op. We zijn de hele dag lang omgeven door vernuftige technologie en informatica. Toch kiezen nog steeds te weinig jongeren voor een carrière in wetenschap en technologie. Bij de brede bevolking ontbreekt daarnaast vaak eenvoudige basiskennis over onze digitale wereld. Europa heeft meer dan 1 miljoen vacatures in ICT.
Hoe vul je die als slechts 110.000 computerwetenschappers jaarlijks afstuderen? In Vlaanderen zijn er duizenden jobs voor ingenieurs. De knelpuntberoepen zijn vaak in de technische beroepen. Het technisch onderwijs dient dringend opgewaardeerd te worden. Zonder opgeleide werknemers gaan de innovatieve bedrijven zich immers niet in Europa vestigen. STEM-onderwijs, met een apart vak informatica-wetenschappen invoeren van kleuter tot hoger onderwijs, kunnen de leemtes helpen invullen. 90% van de toekomstige jobs in 2020 zullen immers digitale skills vereisen. Vermits slechts 1 op de 4 ICT-uurs vrouwen zijn, moet voor vrouwen in ICT speciale aandacht bestaan. Bovendien tonen heel wat initiatieven, zoals Coder Dojo en Robocop Junior aan, dat dit gepaard gaat met heel wat plezier voor de kinderen, waarbij ook hun sociale vaardigheden, zoals groepswerk en communicatie, worden aangesproken. Jongeren leren programmeren en omgaan met wetenschap en techniek geeft ze de tools om de technologische wereld van morgen ten volle te benutten, als ook de gevaren ervan te doorzien. With great power comes great responsibility. Technologie is een machtig instrument en dus moeten we er verantwoordelijk mee omspringen. Daarom moet het aanwenden van technologische innovatie voor meer welvaart, welzijn en vooruitgang ook gepaard gaan met aandacht voor ethische aspecten zoals privacy en veiligheid. Privacy by design moet ervoor zorgen dat onze privégegevens niet zomaar gedeeld kan worden en we moeten het recht hebben om onze digitale data te vergeten. Drones zijn bijvoorbeeld sterk aan het opkomen met heel wat niet-militaire toepassingen. Ze zijn zeer nuttig in ordehandhaving of om bij rampen de situatie vanuit de lucht te overzien. Bij vermiste kinderen of weggelopen ouderlingen kunnen ze zeer snel worden ingezet. Maar waar is de grens als ze onze privacy schaden? Omdat de wetgeving gunstig was voor het gebruik van operatierobots, kwam de Da Vinci Surgical System eerst naar België, waardoor onze chirurgen het voorrecht kregen er als eerste mee te werken en ondertussen is er in Aalst het Wereldexpertisecentrum voor deze robottechnologie. Er komen heel wat technologieën aan die nog niet gebruikt mogen worden, zoals driverless cars en in feite zelfs de drones. De wetgeving moet technologische ontwikkeling opvolgen, zodat innovatieve bedrijven zich met voldoende rechtszekerheid kunnen ontplooien, maar zonder de fundamentele rechten van burgers te schaden. Technologische innovatie moet Europa vleugels geven. Het biedt een antwoord op maatschappelijke uitdagingen. Door onderzoek en ondernemerschap te combineren, kunnen we de technologische innovatie realiseren om ook meer jobs te creëren. Belangrijk hierin is dat ook het onderwijs mee evolueert en dat de ethische aspecten en de wetgeving niet uit het oog worden verloren.